Wat ik doorkrijg en wat ik zie, is dat de regering aan het accelereren is om de maatregelen sneller door te voeren. En ik denk dat ze in paniek zijn vanwege het feit dat we sneller wakker worden dan gepland. En dat houdt in dat we in de komende weken, zo niet maanden, dank je Danny, het heel bizar gaat worden. Want wat we tot nog toe hebben meegemaakt is feitelijk niks met wat er allemaal nog gaat komen. En ik ben inmiddels heb ik daar zicht op hoe dat zich allemaal ontvouwt. Dat ben ik ook, maar het is oké. Wat we de komende tijd gaan zien, is dat de kabaal en of de maffia of de syndicaat of illuminatie, hoe jullie het ook willen noemen, er zijn verschillende verhaallijnen, tijdlijnen die bij elkaar komen in dit punt. Die beginnen in paniek te raken. Er is feitelijk het financiële systeem. Daarvan zien wij eigenlijk maar een fractie van wat er feitelijk gebeurd is achter de schermen. Dat financiële systeem is ontwikkeld als een Davidster, twee driehoeken op elkaar. En per driehoek zijn er 3 of 9 niveaus, waarvan wij alleen maar de onderste 2 niveaus zien. En de niveaus daarboven, die gedekt worden aan de voorkant met de banken en met de verschillende inlichtingendiensten die toegang hebben tot alles, die hebben de controle daarover. En daarachter zit een schaduw financieel systeem. En daarvan is bekend dat die aan het imploderen is. Dat heeft te maken met de enorme groei en hoeveelheid aan data, want ook ons internet is verbonden met dat systeem. Maar ook de transacties die zijn op een gegeven moment zo hard gegaan dat ze het niet meer konden bijbenen met de servers. En daarom zijn ze ook naastig op zoek naar die quantumcomputer, zodat ze miljarden transacties per seconde kunnen verwerken. Maar dat gaan ze niet op tijd redden. Dus doordat het financieel systeem in de backbone zeg maar, is vastgelopen, hebben heel veel machtige groepen, families en partijen, die hebben geen toegang meer tot nieuw geld. En dat hebben ze ingezien en als gevolg daarvan zijn ze het geld aan de voorkant bij de burgers aan het wegtrekken. En dat betekent feitelijk dat wij in een luttele 2, 3 maanden die we tegemoet gaan, volledig onteigend worden van al onze eigendommen. Onder het mom, we bieden je Gesare Nesare een mooi pakketje aan basisinkomen. En daar worden we mee gelijmd, maar dan moet je wel tekenen voor het afscheid van al je bezittingen. Alleen wat we ook zullen merken is dat dat basisinkomen helemaal niet is wat het lijkt, omdat ze zelf namelijk de inflatie kunnen verhogen. Er zijn 3 weken geleden is er een hercalculatie gedaan op alle hypotheekcontracten. En per januari zullen ze een nieuwe voor gaan stellen. En dat is conform de nieuwe afspraken. Ik heb een contract ook gezien. Het interessante is dat bij de nieuwe hypotheekvoorstellen de rente hoger wordt naarmate de periode waarmee je het contract afsluit langer is. Dus geheel in tegenstelling tot wat we tot nog toe hebben gehad, dat als je voor een langere termijn gaat, dan is het nu veel prettiger om die korte termijn te pakken, maar die rentes gaan omhoog. Dus ook al is de feitelijke bancaire rente negatief, ze hebben toch nu een soort disconnect gemaakt met de lopende rente op de financiële leningen die de elite kan gebruiken, zakelijk gezien, die negatief is, gaan ze de rentes omhoog gooien van hypotheken. Ik heb er een paar al gezien en dat gaat weer in de reguliere rente zoals we die kennen van 5, 6, 7%. Maar daar zit dus geen correctie op naar beneden. Wat dat betekent is dat dat de woonkosten gaan stijgen. In combinatie met een economie die gaat zakken. En dat betekent dat we feitelijk gewoon uiteindelijk uit onze huizen gejaagd gaan worden. Ja, die verplichte vaccinatie die gaat eraan komen. Alleen het is officieel niet verplicht. En dat betekent dus dat we uitsluitend via privileges die vaccinatie hier gaan krijgen. Dat houdt in dat als je de vaccinatie niet neemt, dat je dan ook niet zeg maar, je mag begeven in het openbaar vervoer of dat je naar bepaalde landen mag. Het interessante is dat behalve de VVD iedereen ervoor heeft gestemd dat de verplichting niet mag. En dat is per gisteren of vandaag is dat behandeld geweest. Maar dat is een wassen neus, omdat als zelfs het CDA voor dat voorstel stemt, betekent dat feitelijk die voorstel eigenlijk niks voorstelt.
Maar wat veel belangrijker is, en dat is waarom ik jullie heel graag dit wil vertellen, is wij gaan een lockdown in met mogelijk op korte termijn waarbij de noodtoestand wordt uitgeroepen. Dat is afhankelijk van de medewerking van de koning, die moet dat tekenen. Maar zoals ik jullie al eerder heb gezegd, staat de koning onder druk, wordt bedreigd of gechanteerd of geïntimideerd. Die zal, denk ik, op een x-moment gaan tekenen. Als die gaat tekenen, betekent dat we een lockdown hebben van 10 tot 4. Maar dat betekent ook feitelijk dat we een staat van beleg hebben. Dat betekent dat de openbare ruimte niet meer vrij toegankelijk is. En dat we dus opgesloten gaan raken in onze huizen. Dus we gaan in mijn ogen naar een harde lockdown en die komt eerder dan later. Dat betekent dat het zaak is voor wakkere mensen, en dan heb ik het over echt alle wakkere mensen, om niet zeg maar bij de pakken neer te zitten en het laten gebeuren. Mijn advies is om morgen al te gaan inslaan. We gaan een periode van schaarste tegemoet. Ze hebben opzettelijk alle logistieke voedseldistributiesystemen platgelegd, behalve die van de multinationals, zodat ze onder controle kunnen houden. In België zijn er al wachtrijen voor de supermarkt om daar binnen te komen. En daar wordt al onderscheid gemaakt tussen essentiële en niet-essentiële producten. Dus we gaan dat ook hier in Nederland krijgen. Dit is iets wat wereldwijd wordt uitgevoerd. Alleen in het tempo wat elk land als het ware zijn bevolking kan opleggen. Het is heel belangrijk dat wij nu als wakkeren ook voor onszelf zorgen. Dus mijn advies is om per morgen te gaan inslaan, lang houdbaar voedsel in te slaan. Ga met iemand die een macropasje heeft of zelf op stap en zorg dat je lang houdbaar voedsel hebt. Want zoals ik er naar kijk, gaan wij een periode van 4 maanden minstens tegemoet, waarin zaken gereguleerd gaan worden met minimale vrijheid en ruimte. Dus zorg goed voor jezelf, zorg dat je lang houdbaar voedsel hebt, dat je vitamines hebt, dat je gedroogde groentes hebt en dat je dat in huis haalt, zodat je deze periode makkelijk kan overbruggen, ongeacht wat er gaat gebeuren. Omdat als het goed is mensen alsnog dingen gaan kopen, dan zal ook uiteindelijk cash ook worden afgeschaft en verboden worden. Dus nu is nog de tijd om zaken in ieder geval in te slaan voor een periode. Speciaal voor de mensen die spiritueel van aard zijn. Er zijn binnen de spirituele kringen is er heel veel een soort laissez-faire-achtige sfeer ontstaan. Van nou, als je nou maar gewoon naar een hogere frequentie gaat, dan materialiseer je wel de juiste dingen in dit leven en verandert de tijdlijn. Nou, daar heb ik helaas een wat ruwe mededeling voor je. Dat mag misschien wel zo zijn voor jou als persoon binnen datgene wat je aan scheppende kracht in huis hebt, maar de 3D-tijdlijn is bepaald. En hoe komt dat? Wij hebben geen vat op de 3D-tijdlijn als het gaat om wat de 3D-mensen, en dan heb ik het over de machthebbers, gepland hebben. De planningen van die mensen gaat gewoon doorgezet worden, ongeacht wat jij materialiseert. Wat je wel kunt doen is materialiseren en toevoegen op het geheel. Maar het is niet mogelijk om met materialisatie, zeg maar een bestaande tijdlijn 3D van de mensen die daarin investeren om dat tegen te houden. Dus we zijn eigenlijk, zeker binnen de spirituele kringen, worden wij in het ootje gehouden met als je nou alleen maar mediteert en alleen maar gelukkig en happiness hebt, dan komt het allemaal wel vanzelf goed. Nee, dat is niet het geval. De 3D-wereld is onvermeurbaar in zijn tijdlijn en de 3D-mensen bepalen in ieder geval in de fysieke wereld datgene wat er moet komen. Dus ga je daar niet op blind staren, wees ervan bewust dat je wel je frequentie moet verhogen en dat het goed is om liefde en vertrouwen en naar het licht te gaan. Maar zorg ook ervoor dat je de praktische dingen voor jezelf gaat regelen. Omdat wij een tijd tegemoet gaan waarin schaarste zal zijn, waarin repressie zal zijn en waarin gewoon grote groepen mensen niet meer de kans zullen hebben om gewoon op regelmatige basis hun inkopen te doen. Het zij omdat hun inkomen wordt weggevaagd, het zij omdat domweg je de straat opgestuurd wordt en geen inkomen hebt, maar ook de mensen misschien niet in je omgeving. Zorg in ieder geval dus voor jezelf. Sla die voedselmiddelen in. Juist de wakkeren. Omdat wij als wakkeren straks een kardinale functie hebben in het helpen van mensen die straks wakker gaan worden. En
wat moet je daarbij voorstellen? Dat zijn mensen die gewoon al hun leven lang geïnvesteerd hebben in het systeem, daar volle vertrouwen in hebben. En dat betekent dat voor hun het wakker worden het hardste zal zijn, omdat ze door zo ongelooflijk veel eigen intellectuele raamwerken heen moeten voordat ze de bodem bereiken. Mensen die niet zoveel geïnvesteerd hebben in de maatschappij, in het systeem zoals het is, hè, dus die zich niet volledig tot in de puntjes in contracten en details hebben gewerkt, die hebben minder last van het wakker worden, omdat die al veel meer fluïde en dynamischer zijn met de veranderingen die komen. Maar we zullen ook de mensen moeten helpen die gewoon echt in de top en bij de elite zitten, die van niets weten en daar wel straks achter gaan komen. Dus ja, zorg ook inderdaad dat je zelfstandig water kunt genereren. Dus het zijn regenwater en met water purifiers. Mineraalwater ook goed, ja, dat is heel belangrijk. Er zijn ook bepaalde bij verschillende demmen, zoals bijvoorbeeld Beversport en bij Decathlon, zijn er ook pilletjes te kopen waarmee je water kunt verrijken en schoon kunt maken. Het is in ieder geval verstandig om daarvan wat in huis te hebben. We moeten rekening houden dus met een periode van 4 maanden, zoals ik er naar kijk, om te kunnen overbruggen. Zodat je niet ten prooi valt aan de afhankelijkheid van de overheid die de voedselbronnen zal afknijpen de komende periode. Dit zal sneller gaan dan dat we denken, omdat de snelheid waarmee wij wakker worden en waarmee de informatie zich verspreidt zodanig is dat ze in paniek raken en sneller dus... kijk, die burgeroorlog is dus niet de bedoeling. Als wij een burgeroorlog aangaan, dan zal dus het mogelijk zijn voor de overheid om een staat van beleg af te kondigen. De militairen lopen al op straat. Ze hebben een oefening op dit moment waarbij militairen in kleine groepjes in cellen, bubbeltjes, worden georganiseerd. En ze hebben daarbij geen communicatiemiddelen met elkaar. Dus dit is opzettelijk zo ingericht. Het wordt gedaan alsof het een oefening is om binnen urban omgevingen zeg maar oorlog te voeren. Maar het feit is dat als een van die bubbels of meerdere van die bubbels rechtstreeks aangestuurd worden door een corrupte generaal, dan kunnen die gewoon met scherp op burgers gaan schieten zonder dat alle andere militairen daarvan op de hoogte komen. Dus dat is expres zo ingericht, deze oefening. Die is ook naar Nederland gehaald omdat die oorspronkelijk in Duitsland werd uitgevoerd, maar de Nederlandse overheid heeft ingezien dat in Nederland de zaken zo snel gaan dat ze die oefening alsnog naar Nederland hebben gehaald. En ik heb begrepen dat er ook al bepaalde militairen bij de teststraten staan. Dus feitelijk gaan we naar een staat van beleg. En we kunnen materialiseren wat we willen, maar dit gaat gewoon gebeuren. Dus ook met name voor de spirituele mensen die dachten dat ze al wakker waren. Nee, jullie zijn nog niet wakker. We zullen met z'n allen een keer moeten gaan staan, willen we een kans hebben om dit unieke moment in de geschiedenis van de mensheid, zoals ik het zelf zie, aan te grijpen om een kanteling in de samenleving te maken. Op dit moment wat veel mensen bezighoudt is de verkiezingen in Amerika ten aanzien van Trump en Biden. Maar realiseer je heel goed dat op het moment dat wij naar mensen opkijken, dat het per definitie niet klopt. Dus op het moment dat in de show... Mensen naar iemand als een held opkijken en daar hun hoop op vestigen. Ik heb dat in het klein gezien, maar ze voeren dat ook in het groot uit. We hebben namelijk bij demonstraties al gezien hoe die tactiek werkt. En dat is heel simpel. De groep die heeft, daar springt een leider uit. De groep die wordt door de ME ingesloten. Dat zijn feiten van psychologische intimidatie, psychologische oorlogsvoering. En die ene leider die dan opstaat en dan waar de hoop op gevestigd wordt, die laat ze even hun gang gaan, zodat de groep hun energie en hoop investeren in die leider. En op het moment dat daar alle hoop en energie in zit, dan halen ze die leiders weg. Die arresteren ze. Dat gebeurde bij diverse demonstraties. Maar dit gebeurt niet alleen in het klein bij deze demonstratie. Het gebeurt ook op wereldtoneel. Dus Trump, die als de grote leider van de hele wereld wordt gezien en alle hoop op wordt gevestigd, dat wordt expres gedaan, omdat daarmee iedereen aandacht en energie steekt in Trump en denkt, oh, hij gaat ons redden. En op het moment dat, ik zeg niet dat het gebeurt, maar op het moment dat zo iemand dan ineens het verliest of wordt weggekaapt en het lukt allemaal niet, dan verliest iedereen hun hoop en worden ze teruggeworpen op zichzelf. En dan is het dus de bedoeling dat de wereldbevolking in dit geval, met zo'n verkiezing, alle hoop verloren raakt en desolaat zich overlevert aan datgene wat de overheid hun voorstelt. Dus dit is alleen maar een truc
om ons allemaal slaven te maken van een nieuwe wereldorde, zoals dat voor velen al bekend is met de agenda 2021 en 2030. Wij gaan toe naar een wereldslaafsysteem waarin we al onze bezittingen kwijtraken en waarin alleen de elite nog echt aan de touwtjes trekt. Tegelijkertijd, vanuit spiritueel aspect, zijn al deze maatregelen die er genomen worden ook een kans voor jou om naar binnen te gaan, om je kracht te vinden, om te realiseren dat de dood niet iets is om bang voor te zijn en dat het enige wat we zeker weten is onszelf en ons bewustzijn en de mensen die wij liefhebben. Realiseer je heel goed dat alles erop gericht is om ons slaaf te maken, maar tegelijkertijd, door de omvang van deze operatie die op wereldschaal gebeurt, is er ook meteen het zicht van iedereen over hoe doorgestoken deze kaart is. En daardoor zullen iedereen op een moment doorkrijgen dat we gewoon gepakt worden. En dat betekent ook dat we een kans hebben dus om wereldwijd zodanig wakker te worden dat we dezelfde machthebbers gewoon kunnen hun macht kunnen ontnemen. En het helpt dus daarbij om te mediteren. Het helpt dus daarbij om je bewust te worden van het feit dat er alleen maar dit moment is waarin je leeft. En dat betekent dat je altijd je eigen emotie zelf kunt beheersen. En dat lijkt raar. We kijken naar elkaar en dan zien we iemand en nou, ik als dakloze ben door boa's zeg maar met geweld behandeld. Alleen de emotie die daarbij bij mij opkomt, van angst, verdriet, pijn, dat is iets wat ik zelf doe. Er is niemand anders die je eigen emotie kan veranderen. Dat kan alleen jijzelf. En in dit moment dat wij leven, kunnen we altijd gelukkig zijn. Wat er ook gebeurt. En dat kan gewoon door je ogen dicht te doen, naar binnen te gaan en gewoon dat rustige plekje op te zoeken van jezelf. Rustig in- en uitademen. Even een paar keer diep in- en uitademen. Dankjewel, Chantal. En gewoon je bewustzijn van het feit dat daarbinnen alleen maar rust, liefde en leegte is. Omdat wij allemaal zielen zijn in een lichaam die mag ervaren. Maar de ervaring denken we altijd: oh, maar hij doet mij pijn. Oh, de overheid maakt mij bang. Nee, dat kan niet. Je bent het zelf die bang wordt. Er is niemand anders die dat kan doen. Dus deze hele repressie die wereldwijd gaan is, is tegelijkertijd een ongelofelijke kans om ons te realiseren dat op het moment dat er pijn en verdriet komt, dat als je daar doorheen gaat en je durft het te voelen, dan zul je ook merken dat welke pijn je ook krijgt, altijd een moment is. En dat als je die pijn gewoon doorvoelt, dat je daarna op een nieuwe plattegrond, een nieuwe vloer of bodem komt, die hoger staat dan voordat je alleen maar die angst voor de pijn voelde. En op het moment dat je dus die op dat hogere punt staat, dan merk je ook ineens dat je een stuk vrijer bent. Dus pak gewoon die angst en verdriet. Ga niet zoals heel Mind Valley richting happiness gaat en allerlei andere. Ga niet zeggen, oh, ik moet gelukkig zijn, oh, ik wil alleen maar gelukkige dingen doen. Nee, die pijn en verdriet is een kans voor je om korte tijd met te maken met al die angsten die je hebt. Door het gewoon aan te gaan, het verdriet te voelen en er doorheen te gaan. En realiseer je, terwijl je aan het huilen bent, en dat mag je met tranen en tuiten doen, het is een moment. En dat moment gaat voorbij. Dat zal voorbij gaan. En dat is in ieder geval wat ik kan meegeven op basis van mijn ervaring. Ik heb zo ontzettend veel verschrikkingen meegemaakt als dakloze. Maar gewoon door elke dag mijn verdriet te pakken en tranen met tuiten te huilen, heb ik gewoon al die pijn en stress uit mijn lichaam gehouden. En dat is het enige wat je hoeft te doen. Gewoon door je verdriet en pijn te gaan. Want daarachter, geloof me, is er gewoon licht. En het is altijd een moment. En zodra je over dat moment bent van verdriet, dan zul je merken dat gewoon er ontzettend veel liefde in je zit, die je had verborgen achter een laag van angst. Dus dit is wereldwijd de kans voor alle mensen op aarde om door die angsten te gaan en je los te maken
van datgene wat de overheid of wat de criminelen, want die zitten ook onder hetzelfde hoedje, de overheid en de maffia worden door dezelfde partij gestuurd, om gewoon die angst aan te gaan, te doorvoelen en je te realiseren, oh, maar dat was een muur waar ik doorheen ging. En die muur die had ik zelf geplaatst, omdat mensen zeiden dat ik daar bang voor moest zijn. Maar dat hoeft dus niet. Er is feitelijk niks om bang te zijn, want er is alleen maar dit moment. Realiseer je ook dat wij tegen elkaar worden uitgespeeld. En dat wil ik uitleggen hoe dat werkt. Wij zitten in een zwart-wit verdeling, zoals dat een schaakbord is, met allemaal vlakjes zwart en wit. En wat er wordt gedaan van bovenaf is op het moment dat je een paar goeie hebben, dan, ja, dat doe ik zeker. Een paar goeie hebben, die worden dan automatisch gekoppeld aan mensen die slecht zijn en getraumatiseerd zijn. En dat heb ik gezien in het klein bij daklozen. Heldere daklozen worden in daklozenopvanglocaties samen in een kamertje geplaatst met getraumatiseerde crackverslaafden. En die houden je uit je slaap. Maar je ziet het ook aan bijvoorbeeld demonstraties, dat de ene demonstratie wordt uitgespeeld tegen de andere demonstratie, zoals met Black Lives Matters. En je ziet omdat mensen dat door beginnen te krijgen, dat ze nu de grootste groeperingen tegen elkaar aan het opzetten zijn, met de verschillende aanslagen die worden gepleegd, vermeend door fundamentalistische moslims. Zodat wij christenen en autochtone bevolking ons tegen de moslims gaan afzetten en daarmee ontstaat er een burgeroorlog. Maar ik, als dakloze, heb gezien dat de meeste moslims, echt de overgrote meerderheid, gewoon hartstikke lief zijn. Ik heb juist van de moslims heb ik eten gekregen en daar hoefde ik niet eens om te vragen. Ik kon naar elke winkel of zaak van een moslim gaan en daar kon ik gewoon krijgen wat ik nodig had zonder te betalen. Deze mensen zijn overwegend ontzettend lief en vol liefde. Het zou ongelooflijk stom zijn als we elkaar, als we elkaar zeg maar naar het leven zouden staan, omdat de overheid en een stel elite, machtswellustelingen, psychopaten die rituele martelingen en verkrachtingen realiseren. Het zou ongelooflijk stom zijn als we erin zouden trappen door met elkaar het gevecht aan te gaan. Terwijl gewoon degene die dat allemaal organiseren, met genoegen kijken hoe de mensen tegen elkaar worden uitgespeeld. Want dit spel wat er wereldwijd gebeurt, is niet iets van deze tijd, is iets wat al duizenden jaren gaande is. Duizenden jaren lang worden samenlevingen opgebouwd, waarbij de elite de vruchten plukt van het harde werk van de mensen vanuit de bodem. En zodra de mensen op een gegeven moment meer en meer hogere culturen bereiken, wat gebeurt er dan? Dan worden mensen wakker en worden ze slim en gaan ze vanzelf zien dat het niet klopt. En wat doen die elite dan? En dat hebben ze duizenden jaren gedaan. Dan beginnen ze met een implosie van de samenleving en stellen ze hun eigen bezittingen veilig in een ander land waar iedereen slaaf is. Dit is het opbouwen van een blokkenstad en torens, waarbij als een kind later alles gewoon weer kapot gemaakt wordt. Dus we zitten nu in die endgame van hun. Ze zien dat ze het niet gaan winnen op deze manier. En ze zijn dus bezig met het structureel compleet slopen van de samenleving in grote locaties. En vervolgens verplaatsen ze zichzelf, volgens mij, naar China, omdat daar de bevolking onder totale controle is van de regering daar. Dus het is zaak voor ons om dat spel goed te begrijpen. Dat op het moment dat er iets gebeurt waardoor grote bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet, nee, daar doen we niet aan mee. Precies. Dus laat je niet verleiden. Laat je niet verleiden door tegen elkaar te gaan vechten. We hebben allemaal maar één tegenstander. En dat is gewoon de elite die vanaf de top ons probeert te bespelen. En het zal vast nog een keer gebeuren dat we ons vergist hebben in een aantal van de controlled opposition leiders. Maar die zullen ook op een gegeven moment kleur moeten gaan bekennen. Want er gaat een moment komen dat we als volk geheel moeten opstaan om de regering te doen kantelen. En dat gaat gebeuren. Maar daarvoor is nu nog niet voldoende momentum en zullen de maatregelen zich moeten verharden. Maar het is dus zaak dat wij de regering zo min mogelijk aanleiding geven voor die verharding van de maatregelen. Omdat hoe minder aanleiding we geven, hoe stommer het zal staan om een noodtoestand te vorderen, terwijl er alleen maar vredelievende mensen rondlopen te demonstreren. Dus het is
essentieel dat we de vrede onderling bewaren en dat we op geen enkele wijze aanstoot geven bij de overheid door middel van geweld, strafbare feiten of het overtreden van regels, omdat dat onze enige manier is om te laten zien hoe stom die overheid aan het opereren is. En geloof me, er zijn al heel veel mensen wakker aan het worden, ook met de huidige lockdown en straks de verscherping van die maatregelen en zeker op het moment dat de toegankelijkheid naar supermarkten een probleem worden, ze gaan vanzelf problemen krijgen. Maar het mooie is, ze kunnen niet anders dan dit doen, omdat de mensen zo snel wakker worden dat als ze het niet doen, verspreidt de informatie zich alleen maar nog sneller. Dus met elke stap die ze doen in paniek, snijden ze zichzelf in de vingers. En dat is wat we precies moeten hebben. En wij hoeven alleen maar onszelf te zijn, in liefde te zijn en zoveel mogelijk de waarheid gewoon te delen zoals het kan. Altijd met iedereen. Desnoods doe je dat gewoon op afspraak, telkens met twee personen naar iemand gaan in een huis, de volgende dag weer naar een ander of naar de buren. Maar blijf praten, blijf het laten zien hoe bizar de overheid aan het doen is en vanzelf krijgen we de aantallen om het te doen. Nou, ik heb zelf ervaren al dat er ontzettend veel gaande is. Ik heb zelfs, zoals sommigen van jullie weten, 10 dagen lang bij het standbeeld van Willem van Oranje mogen zitten, mogen slapen met goedkeuring van de marechaussee, terwijl dat eigenlijk in overtreding is van de APV. Omdat ik daar zat en niet lag te slapen en dat accepteerden ze. Alleen wat je daarna zag was de ene keer dat ik op de grond sliep, werd ik door de agenten gepakt. En toen moest de marechaussee ineens de wet handhaven. Dat was niet wat ze wilden, want ik kreeg volledige backing van hun. Dus dat betekent, de marechaussee is onze vriend, jongens. Die zijn al om in mijn ogen. En volgens mij, en ik weet dat sommigen van jullie daar het niet mee eens zullen zijn, ik denk omdat de koning op mijn hand is, in onze hand is. Want hij heeft op zijn manier, buiten de protocollen om, de kleine daden van verzet laten zien. En ik wil dat nog één keer ook live zo uitleggen. Je moet je niet vergeten dat als we daadwerkelijk te maken hebben met een wereldwijde maffia, en die komt vanuit China in mijn ogen, dat zijn mensen die hun honden levend in kookpotten stoppen. Wat je doet met dieren, doe je ook met mensen. Deze mensen die achter de schermen aan de touwtjes trekken, zijn absoluut niets ontziend. En sommigen van jullie hebben al gehoord over de kindermartelingen en verkrachtingen. En na de nogroom, dat is allemaal waar. Want dat is de manier om aan de stof te komen waar je high van wordt, waardoor je contact krijgt met het universum, waardoor je helder gaat zien. En omdat deze mensen het contact met hun hart volledig hebben verloren, is dus het verkrijgen van inzichten alleen maar mogelijk door de toediening van externe stoffen. En nu is het zo dat je met de plantmedicijnen word je ook high, maar dan word je ook geconfronteerd met het gebrek aan je hart. Je wordt gedwongen daardoor heen te gaan. Dus deze mensen kunnen dat niet gebruiken. En die kunnen alleen maar dus die adenochroom gebruiken, wat ontstaat wanneer je dus kinderen verkracht en martelt. Omdat daardoor door de stress en de pijn die stof vanzelf wordt aangemaakt door de pineapple gland. Pijnappelklier. En daardoor komt die stof in het bloed. En dat bloed kan worden afgetapt en worden ingebracht bij je. Zonder dat je dus door de pijn hoeft te gaan. Zonder dat je geconfronteerd hoeft te worden met je eigen trauma's in het verleden. En dat is dus precies wat ze doen. Dus realiseer je heel goed, dit zijn mensen die zijn niets ontziend. En ik heb veel mensen gehoord over, ja, maar die schoft de zus en ja, maar ze verraden ons toch. En hij gaat toch de groepsspoed tekenen. Noem maar op. Ja, dat is waar, maar je moet je realiseren dat als jij als koning tegenover je vrouw en kinderen staat en achter je vrouw en kinderen staan een paar mannetjes met een mes op hun keel en die zeggen tegen jou, nou, als jij niet meewerkt, dan maken we jullie jouw geliefde dood. En niet alleen jouw geliefde, maar we gaan ook het volk een dodelijk virus geven, ebola voor de grap dan maar. En dat gaat honderdduizenden mensen een martelgang naar de dood geven. Wat doe je dan als koning en als eindverantwoordelijk voor het welzijn van je volk? Dit is geen grap wat ik vertel. Dit is niet zomaar een verhaaltje, want het is al eerder gebeurd in onze samenleving. Onze koningshuis heeft al dat soort keuzes gehad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Omdat er is wel getracht namelijk om Nederland te bevrijden destijds toen de geallieerden kwamen. Want prins Bernhard had ingezien dat hij op het verkeerde paard had gewed met zijn NSB-lidmaatschap. En hij heeft toen een binnenlandse strijdkracht opgericht uit een selectie van betrouwbare mensen in Nederland. Om zelf de arrestaties te gaan doen in Nederland van foute, corrupte mensen. Toen is hij overroeld door de geallieerden destijds in de nafase van de oorlog en werd hem verboden om die arrestaties uit te voeren. En we weten allemaal wel waarom inmiddels. Dat is omdat toen de geallieerden kwamen, ze helemaal niet alle ergste, gevaarlijkste gekken hebben gepakt.
Ze hebben alleen maar de gasten gepakt die zich hadden laten gebruiken in het systeem. Soms op hoge posities. Maar de werkelijke mensen die volledig in de nauw waren, de elite, die hebben ze gewoon laten zitten. Net zoals dat de directie van de NS, net zoals de directie van de DSM, net zoals de diverse burgemeesters en wethouders die hartstikke corrupt waren, gewoon zijn blijven zitten. Er zijn verzetshelden precies nog op het laatste moment na de bevrijding gewoon gefusilleerd in Friesland door de burgemeester en wethouder verordeneerd. Dus laten we wel wezen, deze, ons koningshuis, ja, het kan zijn dat ze fout zijn. Het kan zijn dat ze inderdaad meewerken protocolair, technisch, omdat ze geen macht meer hebben. Je moet je ook realiseren dat begin jaren 90 heeft de regering hun feitelijk alle officiële macht hebben ze weggetrokken. Zelfs de commissaris van de koning wordt niet meer door de koning gezocht. Dus dat zijn gewoon verraders die de koning feitelijk vertellen wat hij moet doen in plaats van dat het adviseurs zijn van de koning tegen de overheid. Dus nogmaals, we moeten er rekening mee houden dat de geschiedenis niet is zoals het is. En ik zeg niet dat wij onze hoop moeten hebben op de koning. We moeten onze hoop op niemand vestigen. We moeten onze hoop alleen maar op onszelf vestigen. Want er is echt niemand die dat kan doen. Hoe hoger je in de elite zit, hoe minder ruimte je hebt om nog iets te kunnen betekenen voor het volk. Omdat als je daar iets fout doet, dan geeft meteen jouw directe naaste, maar ook het vriendennetwerk en ook grote delen van het volk, worden gewoon gepakt. Die worden gewoon gepakt. Dat Nederland niet een dodelijk virus heeft gehad zoals in Italië of in Wuhan, is omdat Nederland veruit een van de meest betalende landen zijn in de wereld aan die organisatie van de World Health Organization. Wij hebben feitelijk de doden voorkomen door de chantagesom, de gijzelsbedrag betaald aan de WHO om Nederland juist vrij te spelen van een feitelijk dodelijk virus nog erger dan wat we gehad hebben. Het is dus heel belangrijk om te zien dat hoe hoger je in de boom zit, hoe minder je voor het volk kan doen. Zij dat er één groot voordeel is nog van de koning. Dat is dat, en dat weet niemand, iedereen dacht dat het symbolisch was. Maar iedereen binnen de handhavingsorganisaties moet zweren aan de koning. En het wordt nu weggedaan als zijnde nou, symbolisch. En de regering, die vertelt jou wel wat je moet doen. En de regering maakt wel duidelijk dat als je niet doet wat ze zeggen, dat je je baan verliest. Maar als jij naar de geest handelt, dan zul je je realiseren dat we niet voor niets een koning hebben en niet voor niets op de gulden die we hadden, God zij met ons stond. En het is heel erg belangrijk om dit te beseffen, dat de strijd niet verloren is, ook niet als de lockdown nog erger wordt, ook niet als er straks doden gaan vallen opzettelijk, omdat ze een valse manier vinden om mensen zeg maar om te brengen en die dan als coronadoden aanmerken. Ik heb ook al gezien dat de Teflon bijvoorbeeld, de mondkapjes van Teflon zijn gemaakt, waarvan we weten dat dat longbeschadigingen oplevert en griepachtige verschijnselen. Ik heb ook inmiddels gezien dat de dispensers die steriele vloeistof, dat is dat is feitelijk is dat bleekmiddel zoals dat in zwembaden wordt gebruikt om het zwembad te ontsmetten. Dat wordt geleverd in percentages veel hoger dan normaal. Omdat normaaliter die dingen geproduceerd worden met 15% stof. En die werkende stof daalt tijdens transport en opslag. En tegen de tijd dat het in de schappen ligt en bij de consument terecht komt, is het 10%. Maar doordat de omloopsnelheid zo hard is van dat spul, hebben we dus gewoon keihard 15%. En dat is een veel hoger percentage. Die dispensers die hangen op ooghoogte van kinderen. En dat betekent dus dat de dampen die eruit komen, die ademen ze in. Die ingeademde dampen die zorgen ervoor dat er celbeschadiging ontstaat. Wie goed gekeken heeft op een aantal foto's van die dispensers, zien ook dat als het op de grond komt, dat het feitelijk de verf wegbrandt. Want het is een feitelijk een brandmiddel. Het brandt weg, het oxideert. Dus dat betekent ook dat er juist getracht was met die dispensers om kinderen ziek te krijgen, zodat gesteld kon worden dat de kinderen nu het slachtoffer waren van corona. Dan moet je goed realiseren hoe ver ze gaan met hun pandemie bewijzen. Door gewoon opzettelijk kinderen te beschadigen. En de eerste kinderen die hun netvlies totaal hebben weggebrand zien door dat spul wat ze in hun ogen kregen, die zijn al gesignaleerd. Nou, er is ontzettend veel meer wat ik zou kunnen vertellen over hoe die elite achter de schermen handelt. Maar één daarvan moet ik wel nog uitleggen. Er is een afbeelding van een slang die in een ring zijn eigen staart opeet. Ik heb gezien
dat in het klein, hoe dat wordt ingepakt. Want ik ben bij de daklozen geweest en ik heb gezien dat er echt werkelijk niks gedaan wordt aan wakkere daklozen om ze te helpen. Je ziet ook dat het aantal daklozen enorm aan het toenemen is nu. Het was al verdubbeld in de afgelopen 10 jaar naar 40.000, maar dat was nog voor de coronacrisis. Nu komen er mensen massaal op straat. Ik heb al heel veel berichten van jongeren gehad die dakloos aan het worden zijn. En ze doen dit opzettelijk. Maar het is extreem belangrijk om je te realiseren dat de dakloze omgeving een massagraf is, wat al decennia lang, misschien honderden jaren, al in place is. Dus de dakloze situatie is opzettelijk gecreëerd om de daklozen sluipenderwijs dood te laten gaan buiten het zicht van de mensen. En wat ook heel erg belangrijk is, is dat is opzettelijk zo en er wordt aan verdiend. Dus overal waar jij leed ziet, is onderdeel van het verdienmodel om geld te slaan uit de meest kwetsbaren in onze samenleving. Dus de kinderen, de geestelijke zwakkeren, de mensen die door het wakker worden, door een awakening proces in een psychose komen, omdat zodra je wakker wordt weet je niet meer wat je kunt vertrouwen, je weet niet meer wat echt is. En er zijn zelfs opzettelijk films gemaakt dat als je niet meer weet wat echt is, dat je zelfs kan denken dat je kan vliegen. En daarom springen mensen van de gebouwen, om te toetsen of ze God zijn geworden. Maar dat is niet zo. We hebben een driedimensionele wereld waarin de zwaartekracht bestaat. Dus die mensen springen gewoon dood. Nou, wat heel erg belangrijk is, is dit systeem verdient dus geld aan die zwakkeren. En daar wordt ook al steeds meer gecreëerd. Dus de kinderen die worden massaal uit huizen getrokken bij gewoon goede ouders. En aan die kinderen wordt verdiend. En in die staart wordt opzettelijk ook gebeten door de slang. De kwetsbaren worden trauma op trauma aangedaan, omdat die trauma's die er juist weer voor zorgen dat de mensen bang zijn om het putje in te gaan. Dus iedereen die krijgt stress bij het verlies van hun baan, omdat het verlies van inkomsten kan betekenen dat je in dat putje gaat. En gevoelsmatig weten we allemaal dat daarachter dus een slang zit die je gewoon doodbijt. Maar dat wordt je nooit verteld. Er wordt gewoon gezegd, nee, ja, je moet harder werken, want we moeten allemaal geld verdienen. En dat is je bestaansrecht en je moet waarde toevoegen. En je moet geen zwakkeling zijn, en je moet sterk zijn, en een beetje hard zijn. En af en toe mag je wel je elleboog gebruiken. Onze hele sociale dienstvoorziening werkt alleen maar als jij liegt. Dus als jij weet dat je gewoon gezond bent en dat je dat feit dat je stress krijgt feitelijk een gezonde reactie is op een corrupt stelsel van regels, dan zeggen ze je bent ziek. Maar dat is niet zo. Jouw stress is een gezonde reactie op het feit dat het stelsel verziekt is en jou in een situatie brengt die nauwelijks te overleven is. Dus die staart waarin gebeten wordt is niet alleen het opeten en geld verdienen aan jou, aan de kwetsbaarste, maar is tegelijkertijd ook bedoeld om mensen te traumatiseren. Want dat traumaproces, dat zorgt ervoor dat er een angstgolf door de samenleving gaat. Elke keer als je iets hoort over een dakloze die sterft in de winter, of dat iemand die in de gezondheidszorg op de wachtlijst staat en geen hulp krijgt, gaat er een angstgolf. Hè, dat voelt de bevolking, het collectief, die voelt die angst. En die angst wordt dus expres via trauma's gecreëerd. Daarom maken ze oorlogen. Daar verdienen ze geld aan. De slang eet de staart op. He, ze verdienen geld aan de oorlog. Ze verdienen geld aan de vluchtelingenstromen. UNHCR is één grote geldmachine van opvangkampen waar de vluchtelingen helemaal niet beschermd zijn. Want daar wordt weer geld verdiend aan de warlords die gewone vrouwen eruit mogen pikken en de kinderen. En er wordt geld verdiend aan het transport van de mensen, van de vluchtelingen. En er wordt geld verdiend aan kampen waar ze in Griekenland, in Moria zitten. Er wordt geld verdiend aan het transport van die mensen richting Nederland. Allemaal van het belastinggeld. Omdat wij het allemaal zo zielig vinden voor die mensen. Omdat iedereen met een goed hart die mensen wil helpen. En dan worden er donatiesacties opgezet en dan worden stichtingen opgezet. He, vluchtelingenwerk is een corrupte bende. Je verdient geld aan het feit dat wij medeleven tonen. Zo wordt telkens die staart opgegeten. En dan komen de vluchtelingen in Nederland en dan worden honderden kinderen gewoon verdwijnen. En het onderzoek dat wordt geblokkeerd en gesaboteerd naar waar die kinderen heen gaan. En welke mensen erbij verantwoordelijk zijn. En er wordt weer geld verdiend aan het verhandelen van die kinderen. Er wordt geld verdiend aan het opzetten van de vluchtelingenopvangkampen, die COA's. Dus het is één groot geldverdienmoment waarbij de zwakste worden opgegeten en zoveel mogelijk mensen getraumatiseerd worden, zodat ze in dat afvoerputje gaan, zodat er weer meer geld verdiend kan worden.
Nou, we weten allemaal dat in de gezondheidszorg er helemaal geen acties worden ondernomen om het zorgpersoneel uit te breiden. Terwijl er ontzettend veel mensen zijn die daar prima voor in aanmerking komen. Maar die worden gewoon niet aangetrokken. Er zijn mensen letterlijk aan de deur aan het kloppen van ik heb de certificaten, ik wil helpen. Ik heb deze opleiding, ik kan meehelpen. Ze worden niet aangenomen. Dat is opzettelijk zo. Tegelijkertijd wordt al het geld wat uit de zorg is getrokken, wordt gestoken in het handhavingsapparaat. Afgelopen maanden heb ik overal waar ik was, BOA's gezien die werden opgeleid. Dus het politieapparaat en handhavingsapparaat is in een aantal maanden, volgens mij, zoals ik het zie bij de BOA's in ieder geval, aan het verdubbelen. En dat is letterlijk het doelstelling wat in Frankrijk door Macron ook is uitgesproken. Een verdubbeling van het politieapparaat. Dus allemaal geld wat in de zorg had moeten gaan. Maar wat doen ze? Ze stoppen het in het politieapparaat. En ze creëren gewoon een aantal incidenten waarbij gewoon koppen worden gesneld. Zodat de bevolking bang is. Zodat de bevolking ook vraagt om die uitbreiding van het handhavingsapparaat. Dat is hoe ze werken. Nou, nu we dit allemaal weten. En dit gebeurt wereldwijd. En we weten hoe ver ze gaan. Dit is de Great Awakening. Dit is het moment dat wereldwijd de terreur nog nooit zo groot is geweest. Maar dat betekent dat het ook een unieke kans is in de geschiedenis van de mensheid om daarmee te breken. En dat kunnen we alleen maar doen als wij niet in een spelletje trappen. Niet in het verdeel en heersen trappen. En als wij niet tot geweld overgaan. Want daarmee spelen wij hun in de kaart. Het heeft geen enkele zin om een minister om te gaan brengen of om te vechten tegen de politie. Omdat je alleen maar de mensen die goed zijn, en er zijn 90% van de mensen in alle organisaties die repressie geven, zijn goed. Hebben zelf niet door in wat voor nachtmerrie organisatie ze zitten. Want ook bij de BOA's was 9 van de 10 mensen echt menselijk. Die lieten hem ook gewoon slapen. Het is 1 van die 10 mensen die alle daklozen kapot maakt. In alle steden. Dus 1 op de 10 mensen die werken rechtstreeks onder de corrupte burgemeester. En ze hebben alle goede burgemeesters uitgeschakeld door alleen de corrupte burgemeesters regiocoördinator te maken. Ze hebben echt hun posities ingenomen. En ik als dakloze ben stelselmatig door slechts 1 team van BOA's of agenten structureel kapot gemaakt. Het is ze niet gelukt, maar dat is zoals het werkt. In opdracht rechtstreeks van die burgemeester. En alle anderen, die wilden me helemaal niet aanhouden. Die hebben me gewoon laten slapen. 'S nachts, overdag, hebben me alles laten doen wat ik maar gewoon deed. Want ik deed niemand kwaad en dat zagen ze in. En je hebt ook een paar mensen die overijverig zijn. En ik neem het hun niet kwalijk. Maar daarom, het heeft geen zin om tegen de politie te vechten. Omdat als we dat doen, dan legitimeren wij de verharding van het gevoel en emoties bij het politieapparaat. En dat werkt uiteindelijk tegen ons. Dus laten wij er niet intrappen. Laten wij ons niet uitdagen wat er ook gebeurt. En laten we de vrede met elkaar bewaren. Laten we arm in arm gaan. Moslim, Joods, Christen, atheïst, shamanist, hindoeïst, boeddhist. Alle isten laten we als vrienden, als broeders en zusters elkaar omarmen. En met elkaar tegen 1 en dezelfde tegenstander strijden. Ook als het gaat om de verschillende onderwerpen waar wij mee te maken hebben. Zoals 5G, zoals de boerenopstand, zoals het MKB en de horeca. Laten wij met elkaar de armen sluiten en de gelederen sluiten. Omdat als je alleen maar voor je eigen clubje demonstreert, word je weggespeeld. Dan blijf je te klein. Dit is precies hoe de overheid het doet. Ze geeft goedkeuring juist voor die kleine facties of voor de verschillende doelgroepen. En realiseer je dat als je kijkt naar een boerenopstand die niet gaat meedoen aan een demonstratie voor vrijheid, dan is er iets mis in de leiding van die groep. Als er een anti-vaccinatiedemonstratiegroep is en die doet niet mee met de demonstratie voor de volledige vrijheid van alle Nederlanders, dan is er iets niet goed in de leiding. We gaan een moment krijgen dat we met z'n allen zullen optrekken tegen deze regering. En wie dan niet meedoet, die bekent kleur. En dat betekent dat alle aanhangers van die groep niet meer achter dezelfde leider moeten lopen. Want die leiders die zijn corrupt. Dat is controlled opposition.
Verdeelde en heers. Zorg ervoor dat de groepen in tijd en qua locatie elkaar nooit zullen vinden. Dat is hoe ze het spelletje spelen. Wat mij betreft, ik ben tweede kerstdag jarig. Kerst is het lichtfeest. Het kerst zit ook op de kritische tijdslijn dat wij als volk nog iets kunnen doen. Want vanaf het moment dat de staat van beleg is en in januari ons de nieuwe wereld wordt getoond met Gesare Nesare, dan zijn we waarschijnlijk te laat om nog iets te kunnen betekenen. Dus wat mij betreft, ik stuur aan in ieder geval op een kerstfeest waarin we wel elkaar in de armen kunnen sluiten. Ik hoop dat jullie meedoen. Het zal niet een demonstratie zijn, want dat mag niet. Maar het zal in ieder geval een feest zijn waarin mensen weer elkaar kunnen opzoeken. En ik ga ervan uit dat als we dat allemaal doen, dat niets en niemand ons gaat tegenhouden. Maar nogmaals, geen geweld en spreek de mensen om je heen. Ik zat in de trein laatst en er zat een militaire vrouw naast mij in vol ornaat. En ik zei tegen haar, realiseer je dat jij op dit moment heel erg grote kans loopt straks oog in oog tegen burgers te staan. Hebben jullie het daarover? En ze zei nee. En ik heb het toen heel kort uitgelegd hoe het in elkaar stakt. En dat de overheid opzettelijk groepen tegen elkaar loopt uit te spelen. In de hoop dat er een burgeroorlog uitbreekt. Zodat de militairen moeten worden ingezet. En die zullen gaan schieten op hun eigen burgers. En daarom is de oefening in Nederland geplaatst. En was die oorspronkelijk in Duitsland. Maar dat is omdat wij in Nederland snel genoeg wakker worden. Spreek daarover met de andere militairen. Heb het erover met elkaar. Want als jullie het niet doen, krijgen wij straks echt een hele vervelende situatie. En geloof me, ze nam mijn woorden serieus en ik weet dat ze gaat praten. Jullie hebben allemaal mensen, kennissen in het netwerk. Spreek ze. Spreek ze met liefde, geduld. Laat ze de dingen zien die ze helpen om het te begrijpen. Probeer op je niveau in te praten. Maar blijf te stretchen naar de mensen in je omgeving. Blijf ze een handreiking geven en probeer niet afgeslagen te worden of te neergeslagen wanneer mensen heel fel terugreageren. En er zit één op de 10.000, misschien 1 op de 100.000, zitten mensen bij die gewoon erop uit zijn om je kapot te maken. Maar dat zijn mensen die allemaal belangen hebben binnen dezelfde elite. Maar de meeste mensen, ook die kritisch zijn tegen die ons allemaal complottheoristen vinden. Die mensen, die weten niet beter. En er zal een moment komen dat ze wel wakker moeten worden. Want ook hun hachje is op het spel gezet. En iedereen gaat ermee te maken krijgen. Dus alle maatregelen die de overheid nemen, werken wat dat betreft in ons voordeel. Als wij maar zo snel mogelijk door blijven met verspreiden van de informatie. Ik heb zelfs oude vrienden die mij hadden verstoten rond februari toen ik de hongerstaking aanging. En mensen die mij massaal daarna hebben verstoten toen ik de informatie meer ging verspreiden. Ik zie ze langzaam terugdruppelend komen. En ze steunen mij stiekem, durven het niet te uiten. Maar ze steunen mij en ze beginnen het door te krijgen. De spoorwegpolitie in Utrecht waar ik kwam is al voor meer dan 30% inmiddels op onze hand. Gaf mij geld, gaf mij thee en zeiden, ja, wij bespreken dit in onze organisatie en iedereen heeft het er wel over. En ik denk dat zo'n 25%, 30% eigenlijk het al door heeft. De BOA's in de straten toen ik daar met mijn twee vingers opgestoken zat. 5 van de 10 groeten mij terug vanuit hun auto. Verborgen voor de rest, maar ze hadden het door. Dus dit gaat de goede kant op, houd moed, maar nogmaals, sla voedsel in. Laten wij niet dom zijn. Morgen kan het nog. Laat juist de wakkere mensen zo snel mogelijk voedsel inslaan voor 4 maanden. Zodat wij in ieder geval op kracht kunnen blijven in de periode dat de rest door angst onderdrukt wordt door de repressieve maatregelen. Maar wij moeten goed voor onszelf zorgen en we moeten met anderen kunnen delen straks, omdat het heel hard nodig gaat zijn. Omdat in ultimo de elite alles eraan zal doen om ons kapot te krijgen. En dat betekent dat we alles eraan moeten doen om andere mensen te helpen door die pijn en angst heen te gaan. En dat kan alleen maar als we onszelf gewoon de zaak op orde hebben. Nou ja. Zover, dit is wat ik jullie wilde vertellen. Nogmaals, het gaat sneller dan we denken en het wordt bizarder dan we voor mogelijk houden. Dit was slechts een opmaat. Het einde is absoluut nog niet in gezicht. Op de middellange termijn moet je ook niet uitsluiten dat het zelfs met een wereldoorlog gedreigd gaat worden.
Omdat de elite, koste wat kost, alles eraan zal doen om Neon gepakt te worden. Dus laten we dat gewoon met moed, trots en overgave en liefde, rust en vertrouwen en licht tegemoet lopen. Want uiteindelijk gaan wij het gewoon winnen. Dat staat in de sterren geschreven. Dat is ons doel van ons leven op aarde nu, in dit tijdvak. Het is niet voor niets de transitie naar Waterman. Het is niet voor niets de grote awakening. Of je nou vanuit welke spirituele stroming ook komt, ditch je leider, ga op je hart af, neem het geloof mee wat daarin wordt besproken en ga ervoor.